Op dit moment zijn wij met een concept bezig om dat een deelnemer Amsterdam leert kennen door moorden. En moorden die geschiedkundig zijn, een reden hebben en daar een verhaal creëren over de stad Amsterdam. Verschillende periodes, dat kan ook religieus, politiek. Er zijn verschillende verzetten, verschillende tijdperken om zo één beeld van Amsterdam te geven in een geschiedkundig verhaal. Wij zijn nog bezig met kijken van hoe je dat kan combineren. We zitten al te denken dat je bijvoorbeeld ook een line-up krijgt van bijvoorbeeld de moordenaars van Theo van Gogh. En daar is zo'n controverse ook over geweest. En dat je dan moet kijken wie is nou werkelijk de echte moordenaar. Dat je dat op je computer of moet intoetsen. Bij ons wordt geen route bepaald. Je gaat zwerven door de stad. En gaat gewoon dan zo de stad leren zien in een moordslagveld.